Een extra verhaal met Magnus en Jam. Je moet altijd oppassen voor boeken. Albert Pangborn heeft gelijk, weet je? zei Jam mild. De Nevelim maken inderdaad aanspraak op het zwarte boek der doden. Magnus rolde met zijn ogen. Jam hief zijn handen. Ik zeg niet dat ik het met hem eens ben dat de enige rechtmatige plek ervoor het instituut van Cornwall is. Alleen maar dat wat wij nu doen illegaal is, volgens de strikte bewoordingen van de akkoorden. De illegale daad waar ze momenteel mee bezig waren, was dat ze het genoemde boek naar het Spiraallabyrint brachten voor reparatie en mogelijk exorcisme, nadat ze het uit de bibliotheek van het instituut in Cornwall hadden gehaald. Toen Jem de opdracht had gekregen om de bezweringenboeken in het instituut te onderzoeken, had hij nooit zoveel opwinding verwacht. Het was algemeen bekend dat het instituut van Cornwall een grote verzameling bezweringenboeken had, waarvan je de inhoud op zijn welwillendst als twijfelachtig kon omschrijven. Maar Magnus en hij waren al bijna twee weken in Cornwall toen Pangborn, het hoofd van het instituut, klaagde dat een van zijn boeken steeds van de plank op de vloer sprong als hij even niet oplette. Toen hij meldde dat hij het boek had ingepakt in zware kettingen. Maar dat het toch de volgende morgen op de vensterbank van de bibliotheek stond, alsof het een beetje van het uitzicht wilde genieten, had Jan besloten dat de zaak onderzoek verdiende. Zodra hij ontdekte dat het ongehoorzame boek het beruchte zwarte boek der doden was, besefte Magnus en hij dat er serieuze stappen moesten worden ondernomen. Nu grimaste Magnus van inspanning terwijl hij het zwarte boek met beide handen omklemde om het stil te houden. Was gaan trillen en flapperen zodra de poort verscheen. Maak mij niet wijs dat je vindt dat dit. recalcitrante. boek. Hij zweeg even tijdens zijn worsteling. beter af is in Pangborn's kleverige handen. Ze zijn inderdaad ongewoon klef, zei Jan pijnzend. Als een pasgeverfd hek. En mijn persoonlijke opinie doet er niet zoveel toe, aangezien ik optreed uit naam van de stille broeders en de wet moet naleven. Desondanks wil jij dit machtige bezweringenboek toelaten in het hart van de heksenmeesterkracht, zei Magnus. We moeten door die paarse gordijnen trouwens. Hij knikte naar de tegenoverliggende muur. Jam keek er kritisch naar. Magnus had zijn poort laten uitkomen in een kleine stenen kamer, als een kloostercel. En aan het eind ervan hingen dikke fluwelen gordijnen met kant, een uit de toon vallende combinatie. Ik heb ze uit mijn flat gehaald toen de Victoriaanse stijl uit de mode raakte. Ging Magnus door. Jammer. Victoriaans paste goed bij de Hoge Heksenmeester. Heb jij die gordijnen hierop gehangen? Had je daar toestemming voor? Twijfelend begon Jam de dikke lage stof opzij te duwen. Wij, Hoge Heksenmeesters, mogen een kleine privéruimte inrichten in het Spiraallabyrinth. om persoonlijke eigendommen te bewaren of om onderzoek te doen. Zoals een studienis in een bibliotheek, zei Jam. Maar toen brak hij zijn zin af, want achter de gordijnen lag Magnus' zogenaamde privéruimte. Die niet zozeer een studieruimte leek, maar eerder een soort pre grot. Er liep een beekje door het midden van de kamer, stromend vanuit een onbekende bron naar een onbekende bestemming over een bed van ronde rivierstenen, die glinsterden als drakenschubben. Over het beekje lag een stenen brug die Magnus een oud en verbrokkelend aanzien had gegeven. Of misschien had hij echt ergens een oud en verbrokkeld bruggetje vandaan gestolen. En boven dat alles hingen de takken van hoge wilgen. Hier en daar lagen stapeltjes boeken, gebonden in stof en leer. Een paar op het gras bij het beekje, een op de brug, een paar vreemd genoeg vastgebonden in de takken van de wilgen. Magnus zuchtte tevreden. Geniet ervan! Dit is de aangenaamste plek in het hele labyrinth. De rest bestaat voornamelijk uit koude, vochtige stenen en raar, mysterieus licht. Hij keek Jam even schuins aan. Hij lijkt verbaasd, ik bedoel, voor zover een stille broeder zoiets ooit kan uitstralen. Nou, niet rot bedoeld, zei Jam. Maar ik had een sfeer verwacht die wat meer. decadent was? vroeg Magnus. Ik ben een complex schepsel met vele lagen, broeder Zacharias. Hij bekeek het zwarte boek kritisch. Het leek te zijn gestopt met trillen nu ze in het spiraallabyrinth waren. Daar had hij natuurlijk gelijk in, dacht Jam. Maar Magnus was beschermend ten opzichte van die lagen. Het was een blijk van vertrouwen dat Magnus hem in deze ruimte binnenliet. In sommige opzichten was dit ongetwijfeld interessanter dan de vreemdste heiligdommen in het labyrint zouden zijn, al waren dat de plekken waar Will hem over zou bevragen als ze terugkeerden. Will. Even waren zijn gedachten ver van hier, terug in Engeland. En een steek van ongerustheid gonsde ergens in zijn borst. Magnus was op het gras gaan zitten en begon de stapel octavo's die daar lag te bekijken. Heeft Tessa hier ook een plek? vroeg Jam. Magnus keek met opgetrokken wenkbrauwen op. Dat zou jij beter weten dan ik, zei hij. Voor zover ik weet, heeft ze als heksenmeesteres recht op een plek hier. Of het politiek verstandig zou zijn als het hoofd van een instituut van schaduwjagers privébetrekkingen heeft met het Spiraallabyrint? Stille broeders hebben ook betrekkingen met het Spiraallabyrint, zei Jam. En zelfs IJzeren Zusters, als die specifieke vragen hebben. Magnus haalde zijn schouders op. Ik hoef jou niet te vertellen hoe inconsistent de kloof omgaat met benedelingenrelaties. Ik geloof dat ze de stille broeders net iets meer heksenmeesterachtig vinden dan andere neveliem. Met hun lange leven, hun bovennatuurlijke uitstraling, die mantels met kappen van ze. Hij stond op, klopte denkbeeldig gras van zijn flesgroene broek en tilde het zwarte boek op. Zullen we dit ongemaneerde giezelromannetje dan maar eens onderhandigen nemen? Je moet het boek niet beledigen, berispte Jam hem. Hij vond het geen prettig idee. Een boek dat uit zichzelf bewoog. Dat wees op demonische bezetenheid, al beweerde Magnus dat het waarschijnlijk alleen maar een per ongeluk geactiveerde bezwering uit het boek zelf was. Wat is ons plan? We brengen het boek naar de koperen kluis, zei Magnus, waar bezweringenboeken worden bewaard die bepaalde typen, laten we het reparatiewerk noemen, nodig hebben. Zullen we? Buiten Magnus' tuin zag het spiraallabyrinth er meer uit zoals Jamet van zijn vorige bezoek kende. Het was een labyrint en het was min of meer spiraalvormig. Maar verder snapte hij niets van de indeling of organisatie ervan. De gangen waren allemaal lange, wijde bogen, zodat je aan het eind van een gang steeds een andere kant opkeek dan aan het begin. Maar ze leken allemaal op elkaar. Magnus navigeerde uiteraard door de eindeloos herhaalde gangen alsof hij deze plek op zijn duimpje kende. Jam kon niet achterhalen hoe hij dat deed. Er waren bijna nergens herkenningspunten te zien, alleen maar eindeloze planken vol boeken en af en toe een houten leestafel. Hij had meer dramatische, spookachtige taferelen van demonische magie verwacht. Maar hij nam aan dat het labyrinth veel afdelingen had die hij nooit zou mogen zien. En dat waren waarschijnlijk de interessantste. Ze kwamen niemand anders tegen in de gangen. Jam wist niet of het door de inherente magie van het gebouw kwam, of dat het labyrinth gewoon zo groot was dat je zelden anderen tegenkwam. Magnus zweeg. Zwijgen leek ook gepast in de stille grafsfeer van het gebouw. En Jam was alleen met zijn gedachten. En achter die gedachten bespeurde hij de gedachten van alle stille broeders: een constant zacht gemurmel. Een geruststellend refrein van levensbloed dat zich vertakte over de hele wereld. Vreemd dat de meeste schaduwjagers dit nooit zouden ervaren. Het was niets minder dan hun kloppende hart. Maar buiten dat hart, als een nagel in zachte huid gedrukt, maakte Jam zich zorgen om zijn familie en zijn vrienden. Er gebeurde iets verschrikkelijks in Londen. En hij kon er niets tegen doen. Maar een deel van zijn hart was daar. Alles had rustig geleken toen ze in Cornwall aankwamen. Ze hadden geen dringende boodschappen ontvangen, geen aanwijzingen van rampspoed, totdat het te laat was en ze het gevaar van het ongecontroleerde zwarte boek hadden ontdekt. Nu werden er schaduwjagers vermoord. Alistair en Cordelia hadden onlangs hun vader verloren. Ze moesten het moeilijk hebben met hun verdriet om een man van wie ze hadden gehouden, maar die ze niet aardig hadden gevonden. En de familie Blackthorne? Tatjana was gevangen genomen wegens necromantische praktijken. Maar er was ook iets vreemds aan de hand met haar dochter Grace. En Jam vermoedde dat Lucy er op de een of andere manier bij betrokken kon zijn. Hij bleef abrupt staan. Magnus keek hem bevreemd aan. Ja? zei Jam beleefd. Het zou me ook eigenlijk niet moeten verbazen dat je zo stil bent, zei Magnus, krabbend aan zijn neus, aangezien je een stille broeder bent. Maar. Mijn verontschuldigingen, zei Jam. Ik dacht alleen maar aan. aan de Londenaren. Iedereen met wie ik een hechte band heb. Magnus knikte. James natuurlijk. Ik weet dat je hard met hem hebt gewerkt om die schaduwkrachten van hem te beheersen. Maar ik kan me voorstellen dat hij worstelt met zijn relatie tot Beryl. Dat doen ze allemaal. James, Lucy, Tessa, zelfs Will. Het is een soort schaduw die over hun leven ligt. En Matthew, ach, die ongelukkige Matthew, zei Magnus. Hij wordt geplaagd door onbeantwoorde liefde. Maar ik heb het gevoel dat er meer achter zit. Weet jij het? Jem wist het inderdaad. Matthew werd nog steeds verpletterd door het gewicht van de ellende, verlamd door schuldgevoel om wat hij, hoe onopzettelijk ook, Charlotte had aangedaan. Maar Jem kon niemand vertellen wat hij wist, zelfs Will niet. Zelfs Magnus niet. Niets wat ik kan vertellen. Magnus knikte. En natuurlijk wat er met Elias Carstairs is gebeurd. Als je terug moet naar Londen. Jam voelde een steek van verlangen die een stille broeder onbekend zou moeten zijn. Hij onderdrukte dat deel van zijn geest snel en borg zijn meest menselijke verlangens op. Nee, zei hij. Mijn doel is nu dat van een stille broeder. Ik heb een taak gekregen. En die moet ik uitvoeren. Omdat het de aard is van de plicht? vroeg Magnus terwijl hij doorliep. Het is niet alleen plicht. Na een kort moment volgde Jam hem. Het is. wie ik ben. Je wordt getransformeerd als je je bij mijn orde aansluit. Ik ben niet meer de jongen die ik was. Niet om bij de hand te doen, zei Magnus. Maar niemand is de jongen die hij ooit was. Al snap ik wat je bedoelt. Bangborn heeft ons het zwarte boek alleen maar laten meenemen omdat jij bij me was. Als je zou vertrekken, zou je je belofte verbreken. Jouw connecties met je familie, met vrienden zoals Will en Tessa, moeten opzij worden gezet ten dienste van een groter goed. Dat begrijp ik. Geschrokken realiseerde Jam zich dat de stenen muren waren verdwenen, dat ze na de eindeloze gangen bij een platform van zwart glas waren aanbeland. Hangend boven een schijnbaar bodemloze afgrond. Midden in een vlakte vol edelstenen stond een obelisk van glanzend gepoetst koper, die boven hen allebei uittorende. Het lag niet in de aard van stille broeders om hun verbazing kenbaar te maken. In plaats daarvan keek Jam vragend naar Magnus. Magnus rolde met zijn ogen. Ik zie dat de architecten zich hebben laten meeslepen in de mode van de Golden Dawn. En al die aardse occulte bombast. Dat is nu heel erg in. Een en al spiegelende oppervlakken en overdadige symboliek. Hij klopte op de obelisk. Ik heb een kerel gekend in Wenen. Zijn die andere boeken ook hier? vroeg Jam. Het is zo. leeg. Oh nee, dit is net zoiets als mijn paarse gordijnen. Even kijken. Magnus dacht even na en sprak met een zachte keelstem een frase uit. Iets in een demonische taal die Jam niet kende. Knarsend begon de obelisk in de vloer te zakken en op hetzelfde moment zakte ook de vloer weg en vormde een spiraaltrap om de obelisk heen. Het ging verbazingwekkend langzaam, dacht Jam, als je naging dat dit magie was. Magnus keek naar hem. Moet je terug naar Londen? vroeg hij zachtjes. Voordat we de kluis ingaan, ik weet dat je bezorgd bent om iedereen daar. Ik zou echt niet klikken als je daarheen ging in plaats van hier te midden van de heksenmeesters te blijven. Magnus, zei Jem streng, nee. Maar nee, natuurlijk wil ik terug naar Londen. Ik ben nog steeds menselijk. Er zijn nog steeds mensen van wie ik hou. Is het nog net zo belangrijk voor je als vroeger? vroeg Magnus zacht. Ja. Jem sloeg zijn armen over elkaar. Als je een eet aflegt... Moet je je wilskracht inzetten om je aan die eet te houden? Als ik niet langer voor mijn orde kon kiezen, voor mijn plicht. Hij schudde zijn hoofd. Wat zou zo'n eet dan nog betekenen? Magnus zweeg even. Uiteindelijk zei hij nog zachter: Het was geen keus voor jou. Jim keek zijn oude vriend rustig aan. Jawel. Magnus knikte. Best. Dan gaan we. Hij zuchtte. Misschien is dit zo gebeurd en kunnen we dan toch nog snel terug naar Engeland. Goed, zodra we de kluis binnengaan, moeten we... Hij zweeg en fronste alsof hij zich iets obscuurs probeerde te herinneren. Hm? vroeg Jem even later beleefd. Nou, zei Magnus, om de oorspronkelijk inerte toestand van het zwarte boek te herstellen, moeten we het ofwel terugbrengen bij zijn medeboeken... Ofwel, we moeten het juist NIET terugbrengen bij zijn medeboeken. Jam bleef staan. Pardon? Het was beslist een van die twee. En als het dat laatste is, vroeg Jam nog steeds, vond hij zelf behoorlijk beleefd. Wat kan er dan gebeuren? Na even nadenken haalde Magnus zijn schouders op. Weet ik niet. Ik weet het in beide gevallen niet. Of we het goed doen of fout doen. Er zal iets gebeuren. Ik weet nog niet wat. En dan zien we wel verder. Dat is wel zo'n beetje de manier waarop heksenmeester magie meestal werkt, voegde hij er op verontschuldigende toon aan toe. Het is meestal iets op het randje van de rampspoed, zelfs in de beste tijden. Hij pakte het zwarte boek stevig beet en begon de trap af te dalen. Met het gevoel dat het misschien wel ontzettend dom was om door te gaan dat hij in feite een gevaarlijk gebrek aan de voorzichtigheid en wijsheid waar de stille broeders onbekend zouden moeten staan aan de dag legde en dat het mogelijk niet veel positiefs over hem zei dat hij Magnus toch zou volgen, liep Jam achter Magnus aan. Na een paar bochten kwam de trap uit in een enorme ruimte waar het oogverblindend licht was. De koperen kluis, vermoedde Jam, te oordelen naar de gevreven metalige wanden. Ze glansde bijna ondraaglijk, al waren er nergens lichtbronnen voor zover Jem kon zien. Langs de wanden lagen tientallen boeken opgestapeld. Sommige op wankele stapels. Een kamer zonder schaduwen, riep Magnus over zijn schouder. Heel lastig om iets in te verstoppen. Jem kwam bij Magnus onderaan de trap staan. Toen pas zag hij dat Magnus een vreemd brilletje met donkere glazen droeg. Een obsidiaanbril, legde Magnus uit. Die helpt tegen de gloed. Ho. Het zwarte boek der doden was weer gaan worstelen in zijn handen. En er begon snel een aura van hitte omheen te ontstaan. Jam rende naar Magnus toe om hem te helpen met het weerbarstige boek, maar de heksenmeester schudde zijn hoofd. Je brandt je handen, zei hij luid. En pas op dat moment besefte Jam dat er wind door de ruimte gierde: een luide, doordringende wind. En dat Magnus daardoor moeilijk verstaanbaar was. Alles was te licht en te luid. En het was te veel. Met een wapperend geluid rukte het zwarte boek zich los uit Magnus' greep en vloog naar het midden van de ruimte. Andere boeken waren van hun stapels tegen de muren gevlogen, en terwijl Magnus en Jam toekeken, botsten ze op het zwarte boek. Toen de rust een beetje was weergekeerd, zag Jam dat de boeken waren samengeklonterd, in de vorm van een soort harkpop, in mensvorm. Magnus keek even naar Jam, met opgetrokken wenkbrauwen. Misschien is het alleen maar een beetje spektakel. Of misschien houden de boeken in de koperen kluis zich gewoon graag op in de vorm van een vriendelijk, hulpvaardig boekenschepsel. Het boekenmonster deed een stap naar voren en hief zijn armen en pagina's flapperden met een bedreigend luid gefluit. We hadden het zwarte boek dus niet hierheen moeten brengen, neem ik aan, zei Jam. Wie weet, zei Magnus. Het is even goed mogelijk dat dit wel de juiste aanpak was, en niemand eraan heeft gedacht om iets over de boekengolem te zeggen. Maar het zou een heel slecht idee zijn om de bezweringenboeken waar dat ding bestaat te beschadigen. Misschien kunnen we het gewoon hier achterlaten, de trap weer achter ons optrekken. Het is jullie labyrint, zei Jam twijfelend. Maar ik kan me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat het zwarte boek zo wordt opgeborgen. Nou. Strikt genomen mogen heksenmeesters het zwarte boek eigenlijk helemaal niet hebben, zei Magnus met irritante monterheid. Maar momenteel hebben we het alleen maar te leen. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het onderdeel is geworden van een boekenmonster? De boekengolem dook alsof hij beledigd was met een sissend geluid op Jam af en haalde naar hem uit. Jam ontweek de slag, al schampte een hoek van een van de boeken de rug van zijn hand. Ik denk niet dat hij ons kan deren. Opperde Magnus. Het zijn maar boeken. Maar een scherpe pijn bloeide snel op op de plek waar Jam was aangeraakt door de golem. Alsof zijn het daar bevroren was. En hij zoog verschrikt zijn adem naar binnen. Nou, goed dan, hij kan ons blijkbaar toch deren, gaf Magnus toe. Heb jij ideeën? Hij wervelde uit de weg toen de boekengolem op hem afkwam en nam een defensieve houding aan. Normaal gesproken zou ik het hele ding gewoon in de brand steken, ik kan me niet eens voorstellen wat het voor gevolgen voor me zou hebben als ik talloze onvervangbare bezweringenboeken zou vernietigen. Denk je niet dat de andere heksenmeesters het zouden begrijpen? Jem had zijn staf stevig vastgepakt en gebruikte die om het boekenschepsel af te weren toen het weer naar hem uithaalde. Onder de omstandigheden? Nee. Bovendien hebben die boeken zelf zoveel magie... Het zou me niet verbazen als je ze niet met vuur kunt vernietigen. Of ze er alleen maar sterker mee maakt. Door de gelofte van de stille broeders kon Jem nooit echt ergernis voelen. Zoals in zijn jeugd. Maar toch werd hij bekropen door iets wat op dat gevoel leek. Ik heb een idee, zei hij, terwijl hij het gevoel negeerde. In de oorspronkelijke golemlegende kon je het monster tegenhouden door het woord dood op zijn voorhoofd te schrijven. Ik geloof niet dat dit ding een voorhoofd heeft, zei Magnus, die het wankelende boekenschepsel nog een keer ontweek. Hij heeft een hoofd waarop je de rune voor dood zou kunnen tekenen, zoals die bekend is bij de Stille Broeders. Wat? zei Magnus. Bestaan er geheime runen die alleen de Stille Broeders kennen? Natuurlijk. Dat is op zich geen geheim. Alle schaduwjagers weten dat. Weten ze dat jullie een geheime doodsrune hebben? vroeg Magnus een beetje verstikt. Het is geen doodsrune, niet echt. Het is een complexe weergave van. Ik kan er niet over praten. Hij ving Magnus' blik. Je moet me vertrouwen. Dat doe ik ook. Als Magnus verder nog iets had willen zeggen, werd hij daarvan weerhouden. Want de boekengolem maakte een grote sprong en dreunde tegen de achterste muur van de kluis, die verbrokkelde alsof hij van papier was. Erachter zag Jam nog meer glanzend koper in een lange gang. Hij keek Magnus vragend aan. Nou, zei Magnus met een diepe zucht, nu is hij ontsnapt naar de koperen galerijen. En hoewel ik graag zou doen alsof het daardoor niet langer ons probleem is, is het in feite nu dubbel ons probleem. Hij glimlachte meelevend naar Jam. Het duurt ietsje langer voordat we terug kunnen naar Londen, schijnbaar. Goed. We zetten de achtervolging in. Ik vang hem in een soort magische kooi en dan proberen we jouw doodsrunen. En als dat niet werkt? vroeg Jam. Dan hebben we hem in elk geval in een magische kooi zitten. Goed, broeder Zacharias, zullen we nog dieper het spiraallabyrinth induiken waar stervelingen niet durven te komen? Jam dacht nog even aan zijn vrienden en zijn familie die het moeilijk hadden in Engeland. Heel even werd hij gegrepen door een haast ondraaglijke sterke liefde. Zo sterk. Dat het alleen in dat korte moment draaglijk was. Toen zei hij: Dat moet dan maar.